Maak via deze video kennis met stages binnen de opleiding Graduaat HR Support. Goeiedag iedereen, welkom bij de graduaatsopleiding HR Support. Mijn naam is Evi Laga, ik ben praktijklector en stagecoördinator van de opleiding en vandaag zal ik jullie heel graag wat meer vertellen over de stages. Ik zal starten met een blik op het opleidingsprogramma, met andere woorden, wanneer gaan jullie juist op stage? Daarnaast laat ik ook twee studenten aan het woord die al op stage geweest zijn. Er volgt nog een leuke quote van een stagementor vanuit een stagebedrijf dan. En aansluitend zal ik nog wat algemene info geven. Zoals je ziet in het opleidingsprogramma situeren alle stages zich eigenlijk in het tweede jaar. In het derde semester ga je 3 weken op stage. Daarin ga je eigenlijk vooral administratief gaan werken en ga je een HR-dienst administratief gaan ondersteunen. In het vierde semester ga je dan een langere periode op stage, 15 weken, waarbij je eigenlijk in het bedrijf zelf als HR-support aan de slag gaat. Het is de bedoeling dat tijdens deze 15 weken durende stage zoveel mogelijk aspecten van HR aan bod komen. Niet alleen payroll, administratie, maar zeker ook recrutering en selectie, misschien iets rond competentiemanagement of evaluatiecyclus en dergelijke. Het is echt de bedoeling dat jullie volledig ondergedompeld worden in de boeiende wereld van HR. De reden waarom dat we eigenlijk vooral in het tweede jaar dus die stages gaan doen, is omdat wij ervan uitgaan dat wij jullie gedurende het eerste jaar zoveel mogelijk een goede basis willen geven. Zodanig dat jullie eigenlijk in het tweede jaar met voldoende kennis en zelfvertrouwen jullie stages kunnen aanvangen en tot een goed einde brengen. Hallo, ik ben Chinook en ik ben tweedejaarsstudent HR Support. Momenteel zit ik in mijn stageperiode, dus de 14 weken grote stage. Zowel de eerste 7 weken als de tweede periode van 7 weken volg ik in hetzelfde bedrijf en het heet Partool. Dus ik volg daar zowel mijn hard HR als soft HR. Mijn andere kleine stage die heb ik in een vastgoedkantoor gedaan. Wat ik heel leuk vind aan de stages is dat we kennis kunnen maken met het werkveld. Dat we zelf kunnen kiezen naar welk bedrijf we gaan, welke sector we ingaan en dat we eigenlijk onszelf daarin kunnen ontdekken. De opleiding geeft ons eigenlijk een goede voorbereiding naar het werkveld toe, want vanaf het eerste jaar komen we ook in contact met het werkveld zelf. En ik vind het ook heel leuk dat onze leerkrachten eigenlijk ook zelf in het werkveld hebben gezeten en ons eigenlijk voorbeelden kunnen geven hoe het er specifiek aan toe kan gaan, maar dat ze ons ook op die vlakken extra kunnen bijstaan tijdens de stage. Hallo, ik ben Nina, tweedejaarsstudent HR Support. Ik heb stage gelopen bij Familiezorg Oost-Vlaanderen op de personeelsdienst. Het was zowel voor mijn administratieve stage als voor mijn eerste 7 weken stage. Nu loop ik stage bij Randstad en Eeklo en zij zoeken profielen voor de retail, voor de industrie, voor de techniek en voor de horeca. Het interessante aan stage vind ik dat je de vakken veel beter leert kennen en de theorie leert omzetten in de praktijk. Het is een goede voorbereiding voor het later werkveld, want je weet natuurlijk wel in welke richting dat je kan uitgaan, maar je weet nog niet in welke richting dat je later wilt gaan werken. De stagebedrijven waar we tot nog toe mee samengewerkt hebben voor de stages van Graduaat HR Support, zijn zeer enthousiast en lovend over de snelle inzetbaarheid van onze studenten. Hierbij dan ook een fijne getuigenis van Ine Noé, HR manager bij Energy Lab, waar een van onze studenten stage gelopen heeft dit academiejaar. Wat zijn nu de jobmogelijkheden na je studies HR support, of met andere woorden, in welke functies kan je allemaal terechtkomen? Wel, eigenlijk zijn de mogelijkheden zeer ruim. Je kan zowel aan de slag in een HR-functie van een bedrijf, bijvoorbeeld als HR assistant of HR support. Je kan zeker ook terecht in een uitzendkantoor, bijvoorbeeld als uitzendconsulent, waar je op zoek gaat naar medewerkers voor andere bedrijven. Of je kan aan de slag in een sociaal secretariaat als payroll-medewerker bijvoorbeeld of als klantenadviseur. Je kan echt nog heel veel kanten uit. Wat wij ook merken is dat een deel van onze studenten eigenlijk ook
mag blijven op hun stageplaats. Dus als er een goede klik is tussen de student enerzijds en het stagebedrijf en de functie anderzijds, dan merken we dat toch heel wat van onze studenten daar meteen terecht kunnen na hun studies. Interesse in de opleiding HR Support? Volg ons dan zeker op sociale media of kom langs op een van de komende infodagen. Tot dan!